Doet het zeer om de uitslag te zien op het scorebord? Ja, uitslag wel. Ik denk dat we het eigenlijk heel moeilijk hebben gemaakt. En als je de uitslag ziet, dan denk je dat ze het eigenlijk misschien nog wel gemakkelijk hebben gehad. Maar ik denk dat ze hard hebben moeten werken om ook de overwinning naar hun kant te trekken. Goed, en wat ik aangaf, in de laatste 2-3 minuten krijg je nog die 2 goals. Ja, dan is het een ruime uitslag. En ja, je hebt heel lang met 1-0 voor gestaan hier. Ja, want hoe anders zag de wereld eruit na 45 minuten? Ja, goed, maar de wedstrijd duurt 90 minuten. Ja, dat heb ik onder de rust ook aangegeven. En dat kost ook veel kracht. Hè. Je speelt met de middelen die je hebt en dan probeer je een goede organisatie te zetten. Wat ik zeg, dat kost ook veel kracht. Ajax heeft de technische kwaliteit. Dan hebben ze de tweede helft ook blijven doen. En dan, ja, goed, dan komen er toch altijd wat scheurtjes in. En dan moet je een beetje geluk hebben. Goed, en god, dat er dan 2 van die mooie afstandsschoten binnengaan. Ja, dat probeer je natuurlijk, dat heb je niet op bestelling. En dat heeft de wedstrijd, denk ik, een stukje opengebroken. Hebben jullie in de tweede helft misschien wel iets te veel in de organisatie gespeeld? Waar jullie in de eerste helft nog wel wat eraf kwamen, lukte dat niet meer in de tweede? Nou, dat was helemaal niet de bedoeling. Het was wel juist dat wij gewoon in de omschakeling te veel balverlies leden. En daardoor kom je eigenlijk niet meer in je normale spel. Waardoor je eigenlijk iedere keer in je verdedigende situatie blijft staan. En dat was niet de insteek. De eerste helft deden we dat heel goed. Konden we ook de drang naar voren. Dan kon Donald nog naar voren. Dan had je De Beul, dan had Malky met Jonker. Dus dan deden we dat wel. Maar de tweede helft kwamen we daar niet meer aan toe. Heeft het daarin te veel kracht gekost? Dat weet ik niet helemaal. Misschien ook de ontgoocheling op een bepaald moment, toch met de 1-1 en de 1-2. En ja, god. En dan wordt het allemaal een beetje moeilijker te belopen natuurlijk. Is het dan ook niet meer om te keren naar die 2-1? Moeilijk. Hoewel dat we wel trachten het om te schakelen. En daarom krijg je denk ik ook die laatste 2. Want dat probeer je dan team wel. Dan probeer je natuurlijk ook nog een aanvaller erbij te brengen. En eigenlijk op dat moment krijg je er ook nog 2 binnen. Op onze manier hebben we ervoor gegaan met de middelen die we hebben. En ik denk het team heeft daarin zijn opdracht zo goed mogelijk proberen in te vullen. Maar helaas, Ajax was daar gewoon niet netjes te sterk. En ja goed, met 1, misschien 2 doelpunten verschil had het misschien gekund. Maar wat ik zeg, de uitslag is daarin nu wat geflatteerd. Maar oké, het is wat het is. Je hebt 0 punten. Dank u wel. Graag gedaan.